Donderdagavond vond in het Dolhuis het benefietconcert Live voor Ella plaats. Doel van het concert: geld ophalen voor de ziekte die Ella van der Velde getroffen heeft. Het gaat om een zeldzame ziekte die lymfangiomatosis heet. En helaas bestaat er geen medicijn voor. Er wordt geëxperimenteerd, maar dat betekent geen genezing. En daar zijn we eigenlijk naar op zoek. En we proberen op deze manier daar aandacht aan te geven en geld in te zamelen voor onderzoek daarnaar. Op het moment dat de ziekte ontdekt werd, was je 11 jaar. Nu ben je 16 jaar. Op dat moment verbleef je ook in de Verenigde Staten. En uiteindelijk heeft het een tijd gekost voordat het ontdekt werd welke ziekte het was. Ja dat klopt. Dat zie je vaak bij zeldzame ziektes, dat de diagnose erg lang op zich laat wachten. Dat heeft te maken met artsen die eerst een andere diagnose stellen. Bij haar was bijvoorbeeld benauwdheid. En het eerste waar naar gekeken wordt is astma eigenlijk. En dat maakt het zo lastig dat het zo zeldzaam is. Niemand denkt dat, oh, dat is een voor de hand liggende ziekte. En vandaar dat dat heel moeilijk ontdekt wordt. Dus dat duurt inderdaad een paar weken of maanden of jaren zelfs in sommige gevallen. En wij hebben dan geluk gehad dat we het binnen een paar weken wel wisten. Concert organiseren. Tom van der Kolk doet het bijna wekelijks. Het is niet helemaal dat ik dit alleen gedaan heb hoor. We hebben in principe een werkgroepje. Maar Anger, dat is een oude vriendin van mij. Die heeft gevraagd of ik bij dat werkgroepje wilde aansluiten. En het idee was daar om een benefietconcert te organiseren. Iemand had al contact gehad met het Dolhuis. Maar goed, er moest natuurlijk allemaal contact komen met alle bandjes. Er moesten afspraken gemaakt worden. En dat heb ik in het verleden ook vaker gedaan. Dus het was een logische stap dat ik dat zeg maar. Dat ging eigenlijk vanzelf. Ik heb het gewoon gedaan. Ja, want je hebt ook een aardige publiciteitsmachine in gang gezet. Ja. En het ziet er vol uit in het Dolhuis. Ja, de opkomst is, daar mogen we zeker niet over klagen. Ik weet niet hoeveel mensen er zijn, maar het is gezellig druk. En je stipt het zelf al aan, de publiciteitsmachine. Ja, ik heb veel contacten gewoon met mensen in de pers. En die heb ik inderdaad allemaal aangesproken. En dat is gelukkig heel goed opgepakt. Want eigenlijk is het doel natuurlijk, hier is het doel om geld in te zamelen vanavond. Maar het gaat om een ziekte die bijna niemand kent. En eigenlijk is awareness ook super belangrijk. En dat is denk ik wel gelukt door al die pers die het heeft opgepakt. En daar ben ik super blij mee. Nu is die ziekte heel zeldzaam. Ja. Wat is nu de prognose? De prognose voor de versie die Ella heeft, dat is een wat agressievere versie. En dat is dat 50% overlijdt binnen 5 jaar. En wij hebben afgelopen week ons 5-jarig lustrum eigenlijk gevierd. En ze is er nog en vol levenslust. Wij vieren deze mijlpaal als geen ander. Ja. Het benefietconcert heeft €1675,40 opgebracht. Maar er kan nog via de website volop gedoneerd worden. Ik vond het echt heel erg leuk en ik heb ervan genoten.